Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. In deze vlog gaan we Joël zijn verjaardag vieren. En nog een hoop andere gekke dingen hier in Engeland. Dus ik zou zeggen, pak iets te shippen. Pak iets te drinken. En kijk en geniet naar vlog 134. Let's go! En in Nederland is dat 12 uur, maar hier nog niet. Want Joël die ligt inmiddels te slapen. Dus we gaan eventjes de kamer versieren voor hem, want hij is vandaag jarig. Hey, help. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Hyper de pieper de piep, hoera! Hey vent, gefeliciteerd hè. Dankjewel, papa. We hebben het een klein beetje voor jou versierd. We hebben natuurlijk niet alle slingers die we thuis hebben. Maar we hebben wel dit is slingertjes. Stoffen slingers. Toffe slingers. Stoffen slingers. Maar we hebben wel twee cadeautjes voor jou meegenomen. En wat mij betreft, jij ook mama, zijn ze voor jou, omdat je jarig bent. 12 jaar. Wauw, kijk dan. Oh, vet. Dankjewel. Mag ik hem ook zien? Oh, ja, jij mag hem niet zien. Nee, ik heb hem helpen uitzoeken voor een keer, dus. Dit is een rode. Maar ik had het over papa met zijn waterdoel en speeltuig. Oh, dat is zo'n waterpistool. Oh nee. Oh no. Waarom heb ik dit gedaan? Oh no. Ah, ja, een feintje. Want editen, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. En je hebt 400 abonnees. Ja, goed hè. Ik ben een beetje trots eigenlijk. Snap ik. Zo hard. Ik heb 84. Netjes. Nee, je bent niet aan het slapen. Je bent al heel de nacht aan het stuiteren. Gefeliciteerd! Wauw, dankjewel mama en papa en Sofietje. Die ziet er lekker uit, hè? Die ziet er lekker uit, hè? Die ga ik alleen opeten, hoor. Die krijgen jullie niet. Gaat het lukken? Om hem eraf te halen? Zo, wat een Pokémon kaart, joh. Joël heeft mooi weer besteld op zijn verjaardag. Uh-huh. Ja, het is inderdaad niet super hoog. Joël. Ja? Wat gaan we doen, schat? Een soort van naar de streetsum zoals in Vlissingen, maar dan in Engeland. Heb je er zin in? Zeker. Hey ho. Let's go. Gekomen om te flippen.
Wat een mooie faceplant bijna. Lekkere match gehad tegen twee dames. Die waren wel heel erg fanatiek. Eerlijk is eerlijk. Die hadden energie. Maar die bleven lang beneden. Dus ik ben benieuwd. Hoe lang kom los? Hij kijkt los. So now you're on YouTube, hè? Ik ben tweede, pa. A few moments later. Go. Ik loop achter. Hey. Boven. Ja. Voor in mijn kom. Ja, thank you. Oh, you hit me! Ouch! Jou boven. Boven, boven. Ze zitten boven, Joe. Thank you.
guys. You win. Definitely. Definitely. Let's check it out. I think we hebben weer verloren nu hoor. Ja, sowieso. Wat was je naam? Carnage en Bastian. Maar hij is Alpha. Ik heb gevraagd of ik ze mocht filmen tijdens de. Sorry Alpha. Sorry guys. Goed gedaan, maat. Dat was wel vet, hè? Maar ja, als je één keer meer had geraakt, dan had jij gewoon gewonnen, hè, de laatste keer. Kijk dan, dikke M4. Stoer, man. Ga je gewoon naar de construction site. En dan ga je gewoon even met je Ferrari. Tering, hoe dik, zeg. Het zijn de jongens van de bouw. Ook leuk. Ik speel volle bak uit mijn broek. Ja. Of een kleur onderbroek heb ik aan. Een beetje mintachtig. Hij is wel gelukt. Ja, en als je dan naar een trampolinepark gaat, dan kom je er gewoon niet zonder kleerscheuren vanaf. Alleen liep het deze keer even iets anders. Ik ging de kikker challenge doen. En ja, ik heb de beelden wel. Alleen, ja, toen scheurde ik uit mijn broek. En toen was daarna de zon weg. Dus ik heb de kikker challenge niet kunnen doen. Nee, het is geen zon, Sofie. Het zijn allemaal molken. Ik heb een baconburger met bacon. En heel veel vlees. Hoe had Sofie een grote dan? Ja, Sofie had een grote. Hij had al heel. Maar als je nog honger hebt, dan... Later. Ja, je benen echt zo. Ja? Kijk eens, helemaal echt zo. Ga je handen goed spreiden, recht naar de zon. Ja, en dan kom op. Ik moet even snel schrijven, hoor. Hé, dankjewel, mensen. Dit is een stretchybroek. Komt-ie. Nog verder. Oh, kijk dan, ja. We zijn niet gek. Beetje maar. Ja, en als het droog is na het eten, gaan we lekker een eindje lopen. Om de calorietjes er een beetje af te lopen. Nee, het is hartstikke lekker om even nog te bewegen. Anders zit je ook maar in het huisje. En het was nou weer prachtig weer. Bijna blauwe lucht. Maar in ieder geval op dit moment geen regen. En toen kwamen we een leuk speeltuintje tegen. En hebben we ons natuurlijk even uitgeleefd, een stapje. Zou je harder kunnen? Weet ik niet. Helemaal geweldig! Voel me een klein kind. Ben je ook? Ik voel me als een klein kind, dus ik speel heel goed heen. Ik hoor ze. Ik wil. Nice! Wow. Hey Lus, gaan wij er ook eens op? Gaan we. Voel je niet goed of zo? Gaan we of meedoen? Gaan we. Nou, vooruit. Wij willen ook eens. Het zijn ook net kleine kinderen, hè? Knip ik de andere stuk dat ik erop zat, knip ik gewoon uit. Oh, dat was een mooie geweest. Hoe funny is home video's? Mijn mooie witte broekje in de gravel. Proberen. Samen voor de week. Hoppa, we staan gelijk stabiel.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nu ga ik dat doen. Dat haal je niet. Mama heeft ook naar de zin. Ja. Kaas in de candy shop. Oh, bijna. Oh, ja. Wat ben jij? Ik moet zeggen. Ik heb hier gewonnen, vier op rij. Hier. Kut. Ja, ik doe ook. Nee, ik stond tevreden. Leuk, man. Ik ben net over dit spelletje gedaan. Dan moest je er een doolhofje. Moest je hier een balletje gooien en moest je daaruit komen. Dat is gelukt. Door die tafel te veren. The next day. En weer een prima temperatuurtje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. 30 graden. We gaan een roadtripje doen. Even naar een plaats waar we geweest zijn. Dakje open. Heerlijk. Naar het strand. Leuk die gekleurde huisjes. Zeker. Wauw. Ik ga gewoon even rijden. Ik zie het. Hoppa, jee, Joel is er door. Joel is de door! We hebben lekker meloen. Is lekker. Lekker meloen. Is gezond. Hoe meer je eet, hoe meer je afvalt. Wie? Wie ben je kwijt? Bertha. En Gerda. Bertha en Gerda. En de redder. Van Bertha en Gerda. Fix. En gek hoor. Oké. Je hebt een steen. Je moet hem achteruit bijna het water gooien. Hij moet in het water landen. En anders doen we twerken op het strand. Oké. Okay. Ja, hij is in het water. Je kan het goed zien, zeg maar. Hè. De zon is wel helemaal. De zee wordt al donker. Helemaal aan de andere kant zie je dat gewoon licht. Kijk maar, hij is weg. Ik ga op het water rennen, dan ben ik veel sneller. Nee, dan de vlees. Hier is het al schaduw en als je dan kijkt naar die boot daar zo, die liggen er gewoon vol in de zon.
tanken. 97, dat is niet hoger, maar laten we dat maar doen. Speedster zeg. Die heb je ook in Forza, Joel, heb je die gezien? Ja, klopt. Ja, die zijn echt duur, die zijn ook echt zeldzaam. Deze was wel gerestaureerd, maar die zag er echt mooi uit. Gerestaureerd of niet? En die vent van die Audi, die hoorde ons zeggen, oh, nice car. En die begon helemaal te groeien. Het was die Porsche die erachter stond. En daarna keek hij zo eens naar ons uit. Dat had hij ook zoiets van, oh, een gezellige meeting hier. The next day. Zo, lekker watervecht gedaan. Het hele terras is zeiknat. En ik ook. Maar het was wel even lekker. Later that day. Leuk havenstadje, hè? Ik vind het wel lach. En zometeen gaan jullie het zien. Oh, dan gaat het water van in je mond lopen. Oh, als jullie zouden kunnen ruiken. Oh. Leuk haventje. Was wel? Was wel druk. En wij zitten weer te eten. De dames komen er zo aan, die zijn hier om de hoek pizza halen. Dus die komen ook zo hier zitten. Maar hier kun je dus gewoon met z'n allen zitten en iedereen kan zelf kiezen waar hij iets haalt van eten. Dat komt goed uit. You are.
Molly, see you later. Oh, sorry. You are, I'll help you out. Oh, lekker. Ja, maar het is nu ook nog slagrijk en alles. Ah, dat toch al 1500 kilometer gereden naar de Afrika. Speelgoed uit dat je, kijk dan. Is het niet? Is het. Ja. Je hebt gekken en je hebt knettergek. Ja. In welke categorie valt je vader? Ik denk knettergek, want hij heeft een hele lange auto naar de kast en hij gaat over een drempel. Nou, hij is niet over de drempel gegaan, hij is hier eroverheen gegaan. Wauw! Ja, staat hij erop? Ja. Vliegt ook iemand met zijn drone? Nou, die torens kunnen we inwonen, jongens. Moeten we alleen even dit nog opbouwen terug. Er mist iets. En even die doosjes daar zo weghalen. Is ook. Ja, en dit is de enige toegangsweg nu. Kun je naar boven, naar de eerste toren, via die loopbrug naar de tweede toren. En dan heb ik net 20 pond gepint. Voor ijsjes. Gewoon alsof je zo'n slurp weer rijdt. Light at the end of the tunnel. Jullie Jezus ook lopen? Ja. Oké, okay. Hier met de kruis tussen zijn benen. Normaal haakt hij op zijn rug. Deze had hem tussen zijn benen. En wat moet het voor over 1000 voet neem de derde afslag op St. George's Roundabout naar Lower Bridge Street. Als we het weer over leuke auto's hebben, staat een Lotus Elise. Ziet er ook altijd wel geinig uit.
lekker laag. Best wel bruut. Met een slot erop op het stuur. Wat een plaatje weer. De molen zonder wieken, ja. Zouden deze nagels matchen met die bloemen? Nee. Ze zijn veel lichter. Nope. Zo. Waar je kan kijken. Die kant ook, spoorhoa. Daar is het echt ver. Ja, strepen kan nog alles. Slecht af, die haven lopen even nergens heen. Die zit hier al heel lang. Nog leuk? De Hollandse niveau voor papa. Even Apeldoorn bellen. Coastline. Ik moet alles op Groothoek filmen, want het is echt super klein hier. Maar dat allemaal van zulke soort torens. Dit is de gevangenis. Dit was de deur. Dit is de deur, maar dit was de gevangenis. Hier kun je dus niet uit. Hier kon je alleen maar gek worden. En niet naar buiten kijken. Ja, dat ding dat ging dan omhoog en dan kwam je handen en je hoofd erdoor. Dan zat je gevangen. Woman's Tower, this way. Kijk, allemaal toeristen. Hij matcht. Kijk, hij matcht. Yay. Komt uit deze zin. En matcht hem in de laatste. Niet. Ja. Wij zitten droog. Het regent niet. Oh. Dus zitten we droog. Ik ben benieuwd wat ze hier doen. Coco heeft geen zin om te vliegen, dus ze gaat maar even met een auto. Mooi uitzicht. Oké. En dan zie je daar in de verte het kasteel waar we het over hadden. Het is een beetje heijig, het is aan het miezeren. Maar het is niet om nat te worden of zo. We lopen dit pad nog even af en gaan kijken of we daar kunnen komen. Want het ziet er toch wel heel vet uit. Een beetje mazzel. Hey liefje, ben je schaapjes aan het herden? Ben je een herder? Zijn ik kebab? Schapenkontolie. Kijk dan hoe gaaf die binnenplaats en die toren daar zo. Ik wil erin. Echt gaaf. Kijk hoe gaaf dit is. Hier wil je er gewoon in. Alles is dichtgemaakt. Kan ik er gewoon overheen vliegen? Ja, het is echt jammer. Alles zit potdicht.
Die muur is te hoog om te klimmen, maar ook niet. Er was al één plek waar je echt heel goed overheen zou kunnen klimmen, dat is net een trapje. Maar ja goed, als je erop dondert, dan weet je gewoon niet en dan lig je dan midden in het weiland. Later. En even als afsluiter naar de Haribo. De parkeerplaats voor de deur is vrij. Ja, papa die staat om de hoek. Die stond van achter in de hoek. Hij heeft vandaag een vogel op de auto gepoept. Dus dat gaan we straks ook eventjes wegpoetsen. Onbegrijpelijk Haribo! En dan zijn we aangekomen bij het einde van de vlog. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur. Later!